ga dus nu even mijn kamer opruimen. Want deze troef is echt niet te doen. Let's go! Twee gevulde speculaties gemaakt en één kwarktaart met limoen, volgens mij, als ik het goed weet. En dan is het echt zo'n American cheesecake, dus die ook in de oven moet. En dus ook nog twee gevulde speculaties, want dat is echt gewoon de fave. En die maakt ze eigenlijk elk jaar voor de verjaardag. Dus alle collega's zijn ook van, oh, de bekende gevulde speculaties, oh, heerlijk. Dus die zien er allemaal erg naar uit. Dus ik hoop dat er ook nog een stukje voor ons overblijft. Maar ja, we zullen zien. Nou, in het donker. Shit, was het niet uitgelegd. Hier is het heel glad. Oh, het is hier heel glad, hoor ik net. Dus... Ja. Oeps, glibberige gordijnen. Maar ik ben er. Ik ben even op weg naar het schuurtje, want mijn zusje is wat aan het maken. Voor een project op school is ze heel druk bezig met zonnebloemen te maken. Nou, en waarmee ben je vandaag bezig gaan? En dan hebben we schroeven aan een boormachine. Groot fan van Coldplay. En weet je wat er nu op de radio is? Miley Soto van Coldplay. Ga ik weer terug naar huis. Lekker warm bij het vuurtje. So, let's do this. And there we are. Typisch Hollands maaltje. Lekker cirkel met borst. En mosterd, of course. Maar ik heb een vegenworst, want ik eet geen vlees. Hopper de pop. Deze sluit mijn vlog af. Dit was dus een typical Sunday in het leven van Iris. En ik heb ook nog huiswerk gemaakt, maar dat was niet zo interessant. Ik ben ook nog schielend naar een Altijd geweest samen met mijn zusje, terwijl zij op de penningboard ging. Dus dat was leuk. Nou, dus dit was zondag 13 september. Doei!